Dit is de 1 miljoen gouden playbutton. En vandaag gaan wij de grootste ter wereld bouwen. De vraag is nu maar of dit gaat lukken, want hij wordt 11 meter hoog en als hij valt, dan valt hij letterlijk op het huis. Maar aangezien we zelf nu niet de 1 miljoen abonnees hebben en we toch een playbutton nodig hebben als voorbeeld, besloten we hem te stelen bij Dylan Hages. Klaar voor? Ja. We moeten zachtjes doen. Nadat we de playbutton gestolen hadden, konden we alles gaan opmeten. Nu we alle afmetingen hebben, is het tijd om een bouwtekening te gaan maken. Maar dan 28 keer groter. Met een speciaal programma gingen we aan de slag met het ontwikkelen van de schets. Zodat we uiteindelijk precies weten op welke manier we het moeten bouwen. Dit ding wordt groot. Dit ding wordt echt groot. Hoe groot? 11 meter hoog. En we hebben trouwens een hijskraan nodig. Hijskraan? Ja, het moet wel lukken, hè? Gaat het wel lukken allemaal? Ja, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Oh, wat? Ja, nee. Ik ben tot een ontdekking gekomen. Er is een nieuwe playbutton. Er is een nieuwe playbutton. Dus we hebben de verkeerde nagemaakt. Ja, ja. Dylan heeft nog de oude. Oh, we hebben alles voor niks gedaan. Dus dat wordt opnieuw beginnen. En na opnieuw 6 uur gewerkt te hebben aan het nieuwe plan, kon het proces gaan beginnen. De constructie hierachter moet stevig zijn, want uiteindelijk gaan we deze met de hijskraan omhoog takelen. Maar er hoeft maar één windvlaag te komen en de hele constructie waait om. Ja, ik heb zelfs nog niet gevraagd of dit überhaupt mag. We gaan het pad om hout te halen. En om de werelds grootste playbutton te kunnen bouwen, hebben we toevallig heel veel hout nodig. Als eerste zijn we op pad gegaan om platen te halen. En best wel veel platen. Dit is wel een nieuw record, 40 platen. Nu we officieel al het hout hebben ingeslagen, mag dit project gewoon niet meer mislukken. Anders heeft het ons gewoon te veel tijd en geld gekost. En we weten nog niet eens of het gaat werken. Oh. 11 meter is letterlijk hoger dan dat. De eerste balk. En nog maar 199 te gaan. Nadat we ook alle balken hadden gehaald, werd het eindelijk tijd om aan het bouwproces te beginnen. Ik zit zo even te denken of dit ding wel in de tuin gaat passen. Zo lang gaat hij worden. Ja, ik denk dat als we hem hier gaan bouwen, dat hij nog op het huis valt. Aangezien de constructie twee kanten op kan vallen, waren we bang dat het misschien net niet ging passen. Hij kan nog een beetje schuin vallen namelijk. Schuin gaat hij niet halen. Dan valt hij hier op. Nee, maar schuin valt hij denk ik niet op. Hij valt op hier. Dat kan wel, hè. We hebben de eerste 11 meterse balk klaar en we gaan hem even rechtop duwen om te kijken hoe hoog het is. Krijg je niet zo omhoog, man? Ik sta helemaal scheef. Ik weet niet, ik ga hem afstand steken, ja. Rek, schiet op. Het is veel te hoog. Het gaat niet zo op beeld. Waarom moet het zo hoog? Dit is weer zoiets doms. Shit. Voor onze constructie hebben we maar liefst 16 balken van 11 meter nodig. En die gaan we nu met elkaar koppelen. Aangezien de constructie 11 meter wordt, is de kans vrij groot dat het door midden gaat breken. Maar we hebben een idee. Deze delen kunnen nog flink wiebelen. Dus daarom gaan we elke constructie vol met driehoeken maken. En dat ziet er dan zo uit. Door deze driehoeken proberen we dus te voorkomen dat de constructie gaat buigen. De frames die we nu aan het bouwen zijn, komen uiteindelijk op deze manier achter de playbutton. Hey, 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 hey. Weet je wat voor gewicht erop komt te staan? Ja, dat wel. Het kan fataal zijn dat we het allemaal voor niks hebben gedaan. Dus het is ook best wel spannend. Driehoeken zitten nu allemaal in de constructies. En die kunnen we nu allemaal rechtop zetten. Zodat we ze met elkaar kunnen koppelen tot één groot geheel. Omdat twee frames natuurlijk aan de zijkant komen, besloten we deze alvast te bedekken met platen. Dit zorgt er ook meteen voor dat het stevig is. Laten we alles op de goede plek gaan zetten. Deze constructies komen dadelijk dus zo rechtop. En die worden dan zo opgetild. Maar de kans dat die gaan breken is best wel groot. Want ik wil niet weten hoeveel dit ding gaat wegen. En dan is het nu tijd om al deze constructies aan elkaar te koppelen. Ondertussen Rick de laatste balken aan het vastschroeven is. Is Jesper alvast de hijskraan aan het regelen? Ja, is goed. Dan is dat geregeld. Ja, we hebben hem. We hebben hem geregeld, jongens. Ik heb goed nieuws. De hijskraan is geregeld. Ja! Alleen één ding, hij kan alleen op donderdag. En dat is dan over 3 dagen. 3 dagen? Ja, we moeten flink tempo gaan maken om dit nog allemaal af te krijgen. Aangezien we nu nog maar 3 dagen hebben, moeten we op gaan schieten. En moeten we de hele constructie gaan bedekken met platen. Plaat 1 van de 40. De plaat moet op de constructie. Zo. Als het goed is, past het. Als het goed is, past het precies. Besef dat dit eigenlijk een oppervlakte is van 100 vierkante meter. Dus dat betekent dat we daar ook heel veel verf nodig hebben om dit ding goud te maken. Nadat we de volgende dag alle platen erop gemaakt hadden, kwamen we erachter dat alles aan het doorzakken was. En dan stonden er spleten tussen de platen. En daarvoor moet ik deze latjes aan de onderkant erop houden, zodat Rick ze aan de bovenkant erop kan schroeven. En zo moeten we dat dus bij elke spleet over het hele ding gaan doen. En ik kan jullie vertellen, dat zijn er heel veel. Begon het te regenen. En toevallig kunnen deze platen niet tegen water.
regen is eindelijk voorbij en zoals jullie zien zitten nu alle platen er helemaal op. En vanaf daarboven kunnen jullie wel niet zien hoe groot het ding is. Maar zoals jullie zien zit hier nog een gat. Want op deze plek komt het YouTube logo net zoals bij de echte playbutton. Voor het begin hebben we hier namelijk een inkeping in gemaakt. En hier kunnen dadelijk dus de platen op komen te liggen. Eerst moesten we alles aftekenen, de goede bocht bepalen en toen konden we eindelijk de randen in de goede vorm uitzagen. En hierdoor krijgt het echte vorm zoals op de playbutton. Hey, ik hoop dat de rond niet goed is. Ik hoop het ook. De vorm is nu helemaal uitgezaagd en het begint er serieus al steeds meer op te lijken. Maar natuurlijk moet hier ook een bodem in. En toen werden we wakker met heel slecht nieuws. Oh nee. Het heeft vannacht echt duchtig hard geregend. En we hebben nog maar één dag. Het zeil heeft niet goed geholpen. We moeten dit fixen. We hebben nog één dag. We besloten een brander te halen om hiermee de platen droog te maken. Er kunnen twee dingen gebeuren. Of de platen worden droog, of alles vliegt in de fik. En dan vliegt echt gewoon alles in de fik, hè? Dat zei ik. Ja. Eén ding, hoe werkt het ding? We kwamen er al snel achter dat deze techniek goed werkte. Alleen het enige probleem was dat dit wel meer dan 4 uur duurde. De playbutton is nu zo goed als droog. En toen was het tijd om verf te halen. We hebben in totaal 3 verschillende kleuren verf. De eerste kleur is goud. En dan beginnen we met rollen. Maar dan te beseffen dat het hele ding nog moet. Wat moeten onze buren dadelijk wel niet denken als dit ding rechtop staat? Ik denk zelfs dat heel ons dorp dit ding dadelijk kan zien. Het allerlaatste beetje. Zo. Maar natuurlijk mochten we niet vergeten om alle zijkanten te verven. Dus dat hebben we ook meteen gedaan. Na de hele middag verven zit de gouden laag erop. Maar daar in de midden komt een donkerdere kleur goud. Genaamd deze. Yep. Ja, Bluffy steekt je hoofd erin. Ja, dag. Wie doet dat nou? Ja, pas nou op. Je zit nou al... We hebben net geverfd. En we moeten er nog overheen. Maar ja, we hadden beter eerst dat kunnen doen. Yep. Ja, ik zo ja. Goed zo. Mag ik het even doen? Dus, Veel te veel. Ja, best wel. Beter te veel dan te weinig. Dat klopt. A few moments later. En wat natuurlijk niet mag ontbreken is het YouTube logo. Deze komt dus midden in het gat. Oh, dit is heel mooi. Ja. En zo komen we ook steeds dichter bij het eindresultaat. Wat er natuurlijk altijd ook op een playbutton staat is tekst. En ik heb er toevallig ook een potlood in mijn hand. Dus wat ik nu toevallig ga doen is de tekst op de playbutton schrijven. Met een potlood? Ja. En daarna ga jij die inverven met... Oh. Ja, ik ga de schets maken. Zoals jullie zien heeft Jesper hier al mooi geschetst. Daarom pak ik hier de witte verf. Oh, ik hoop dat het goed gaat. En ik ga beginnen bij de S. En dit is dus hoe we alles gaan verven. We zijn nu wel een gouden playbutton aan het bouwen. Maar we hebben nog niet eens de 1 miljoen abonnees. Daarom roep ik jullie allemaal op om massaal te abonneren, zodat we deze zo snel mogelijk halen. Het is de volgende dag en de playbutton is nu helemaal klaar. En dat betekent dat hij nu omhoog getakeld kan worden. En dit wordt heel spannend. In de tussentijd is de hijskraan gearriveerd en dit wordt het moment waar we 2 weken lang naartoe gewerkt hebben. Ik vraag me af, gaat hij het wel halen? Dat ding moet daarheen. Oh, ik ben echt te bang voor. Het kan op zoveel manieren fout gaan. Kom maar. En nu moeten we wel een helm op. Ja, want als dat ding op ons valt, ja, dan overleven we het waarschijnlijk nog niet, maar een helm kan helpen. En met deze haken koppelden we de kraan met de playbutton, zodat we konden gaan hijsen. We zijn helemaal ready, dus hij kan nu omhoog getakeld worden. Rick, ik ben spannend. Rick, hij gaat de lucht in. Hij is van de grond. Ik herhaal, hij is van de grond. Oké, we moeten er niet onder gestaan, want als we eronder staan en hij valt om, ja, dan is het gras ook kapot. Holy shit, dit is echt huge. De grootste playbutton ter wereld. Als dit ding omvalt, dan is het klaar. Wow, yo. En we kunnen nu officieel zeggen dat de playbutton staat. Serieus? Ik vind de achterkant nog mooier rijden. Het is eronder gestaan, niet eronder. Even vanaf de straat kijken. Kijk daar, en daar ook in één keer. Dit vind ik nou echt mooi. Ik ga er even langs staan. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het beter gelukt dan verwacht. Precies. Holy shit. Jongens, vergeet niet te abonneren, zodat we echt de 1 miljoen abonnees halen. Abonneer en... Doei.